Oké, welkom iedereen en welkom bij Let's Play Minecraft. Ik ben hier samen met Bjorn. Hello. En wij spelen een adventure map genaamd The Pharaoh's Curse. Bjorn licht ze in over wat er is gebeurd met Yogg's Cast. Nou, in hun filmpje zijn ze dus halverwege. Kwam er een creeper en dat was boom en toen ging er allemaal dynamiet af in de piramide. En toen is de piramide dus ontploft. Dus wij gaan kijken of wij het beter kunnen doen dan de Yogg's Cast. Oké. En nou, we zullen zien hoe ver we komen. Er staat iets aan als read note 1, dus aan jou de taak. Ja. Oké. For the adventure size only. Ons now is. That you have been hired to enter the ancient pyramid of Horobitz, I believe that you should know a few important things about the task ahead of you. Firstly, the pyramid will likely have many dark demons and monsters from the underworld within. However, there will be many ancient treasures in its many tunnels and passages, and I will let you keep it all as a token of my goodwill. Also, remember that these bats with you, those legs will get tired. Good luck, adventurer. May the gods be with you. Pharaoh Isis. Pronounced IC. Okay. Nou, duidelijk. Okay. Trouwens, een heel mooi beeldje hier zo van. Hoe heet die gozer? Horus? Hier staat. Dit is raar, geloof ik. Niet. Ja, ik kan het een beetje moeilijk zien vanaf hier. Volgens mij is het. Nee, wacht. Niet raar, want raar is die vogel. Wie is dit ook alweer? Geen idee. Ik heb nooit opgelet met die Egyptische. Oké, één weet één van jullie de naam van dit beeld. Zet het maar in de comment box en dan weten wij het ook weer. Okay, maar goed, we gaan beginnen. Nou, het standaard regels, niks kapot slaan, behalve klei en leaves. Alle golden ingots verzamelen. Ja, ik heb er al twee. Oké. You have been hired by Pharaoh Isis to investigate terrible curse which has been laid upon the land of Egypt. Having set up a camp outside the source of the curse, it appears to be the pyramid that of Pharaoh Horobus. You decide to venture inside to discover the source of the curse. Be warned, its traps are many. Okay? Whee! The pyramid appears to have been placed under a form of quarantine to see the to keep the angel inside. Okay, now. Dit zijn dus blokken die mogen kapot slaan. Die mag ik kapot slaan. Niet met je zwaar doen, want die heb je zo nodig. Do not enter this evil place. You can tell me what to do. Oké, wat hebben we hier? Open ik heb die 10 torches one. Gegeven. Open oh. Music 1 staat er. Ja, heel veel wachten. Geef me 10 seconden. Minecraft. Oké, music 1. Here we go. Ja, hij speelt. Oké. Wat moeten we hier nu doen? Kun je hier overheen springen? Ik denk het niet. Nee. Tuurlijk wel. Hup, toch niet, ja. Deze muziek is echt kick. Jammer dat je hem niet kan horen. Maar dat hoor je wel op het eindresultaat. Dan moeten we hier dus iets. Hey, Clay. I found it. Haha. Losers. Wat zit daarin? Oké, pork chops is hier. Kom hier. Neem een pork chop. Wacht, ik heb hier nog een kist. Iron ingot en flint. Misschien moeten we daar flint en steel van maken. Ja. Dat was mij al duidelijk. Oké.
flint en steel. Tell us. En hier heb je pork chop. Snap. Lul. Hier. Oké. Okay. Oké, okay, go. Let's do this. Leroy Jenkins. Je zit volop boven. Steek in de fik. Aan jou de taak. Booyah. Oh yeah. Nou, dit is leuk gedaan. Go, go, go. Wat hebben we hier? Zouden we hier iets moeten doen? Ik weet het niet eigenlijk. Nou, ja, laten we gewoon doorlopen. Twee kanten op, dus. Of waar moeten we hierheen? Ja, ik weet het wel, denk wel zeker dat we hierheen moeten. Oké. Okay. Hey, ik heb weer vol op het plafond. Zal ik dat aansteken? Ja, doe maar. Oh. Flint en steel. We zijn nog geen beesten tegengekomen. Blijf je even daar, dan kijk ik even die andere kant. Of is dat die val? It appears an avalanche ascent block of sent us block this tunnel. Maybe there's another way. Ah ja. Oh, read note 2. Lees je ondertussen even note 2 hoor. Oké. Okay. If a grave robber tries to get into the pharaoh's orbit this way, they're in for nasty stuff. En dan de rest van de. De rest is. Ah weg. Ja. Ik heb het gemerkt. Dat was dus die val. Oké, okay, nou hier heb ik dus. Netjes. Oké. Okay. Het duurt alleen een beetje overzien? Lang. Ik kan ze ook met de hand gewoon kapot maken. Oké, okay, we kunnen er door. Ik niet. Jawel, jij ook. Oké, wat is dit? Dispensers. Ja, dit is een super joof test. Wat? Oh. Ah, je stond erop bij. Wat? Kijk, ik ben er door. Oh. Oké, okay, ik ben er ook doorheen. Hell yeah. We're doing great. Oké, okay, hier is niks. Hey, ik heb hier een... Wat? Hey, een kist. Golden ingot en een torch. Netjes. If you can see a creeper coming, run back through the iron door fast. Dit is een nieuwe versie volgens mij. Ja, ik denk het ook. Cool. Oh, wacht, dit is dus op... Aanvraag van de Joost Cast. Ja, ik denk het ook. Oké, okay, wat ben je beneden aan het doen? Nou. Er zit hier dus iets achter, maar ik weet niet wat ik moet. Ik weet dat ik hier die redstone moet pakken. Oké, okay, ik heb de redstone. Kijk op terug. Hell yeah. Zit hij juist weg? Ja dus. Nou, twee redstone plaatsen en dan kunnen we er doorheen. Hé, de muziek is afgelopen. Ik speel hem nog een keer af. Nou, hoeft niet. Ja, totdat er weer een noot komt. Ja, dan speel ik er weer een ander af. Want ik vind het best wel kikke muziek. Oké, okay, als je een creeper ziet wegrennen. Pharaoh... Golden ingot. Wacht. Is dit niet zoals in films als je dan iets aanraakt dat het dan band doet? Of zo? Ik zie wel bones. Wat is aan de andere kant? Golden hoe. Ja, en een helm. Maar die heb ik al. Oh shit. Oké, okay, hierachter ligt ook nog wat. Hierachter is ook wat. Clay of zo. Read note 3. Oké. Okay. Ja. Lees jij note 3 voor? Dan check ik wat er allemaal in zit. From a grave robber. Deze komt dus geschreven door een graf.
Robber, it's over. I managed to get in this far into the pyramid. I have my loot, but I can't escape because of this. Tidier's jumping challenge, and I hear the monsters getting closer. Okay, dus blijkbaar komen er straks ook monsters. Ja, boeiend. We kunnen ze aan. Het is niet zo moeilijk als in de... Hé? Watch your head. Versalvania. Ja. Er staat hier watch your head, maar ik weet niet... Ah. Ik snap hem. Oké. Okay. Ik denk dat ik je hulp voor nodig heb. Ik hoor zombies en ik heb je hulp denk ik nodig. Ah, vuur. Set it on fire, my son. Althans, je bent niet meer zo. Ah nee, ik sta niet fik. Dat was een beetje dom. Hulp nodig? Nee, ik heb maar 3 hartjes. Ach joh, we kunnen hier straks toch terug teleporteren, dat Nee, we houden het nu een beetje legaal. Ja, maar volgens mij maakt het in principe niet zoveel uit. Hè? Huh? Volgens mij maakt het een adventure map niet zo uit. Ik heb hier al trouwens weer nodig, want ik sta nu alles zelf weg. En ik ben dood. Oh, ben je dood? Yep. Ben je gevallen? Ik loop op, ja. Ik moet dus nog terug voor mijn spullen. Ja, doe dat even. Nou, oeh, hey zombie. We might have a problem here. Of niet? Aha, meebus. Mooi. Wow, deze muziek is zo fucking vet. Okay, ik heb een golden ingot gevonden en een torch. Dus het gaat de goede kant op. Ik ben er weer. Oké, kom de trap op. Volg het licht. A maze of sand stands between you and escape. Oh! Sterf! A maze between... Ja, ik zie hier achter. Hierachter zie ik wat. Sand stands between you and escape. Shit man. Oké. Okay. Ja, ik kan vanaf hier alles zien. Ik spring wel de hele tijd. Wacht. Jokska zegt altijd... Linkerkant aanhouden. Nee, dat werkt niet. Oké. Okay, doe nu maar gewoon de rechterkant aanhouden. We luisteren een keer niet naar de Jokska. Zombie! Woe! Ik schrik mezelf de tyfus. Hallo! Oké, zombie. Help. SOS. Er zit er klei in de grond. Zou hier een spanner zitten of niet om de hoek? Hé, hey, hier zit iets. Ja, wat is het? Een kist. 2 golden ingots en een raw pork chop. Oké, mooi. Hé, ik heb geen toortjes meer. Hé, hey, weet je, eigenlijk hebben we nu al de Jokskast gebied. Ja. Ik heb geen toortjes meer, dus ik pak even mijn laatste toortje op en dan... Plaats ik hem weer. Heb jij nog toortjes? Ja. Hier is een grote ruimte. Ja, hier is een ladder als het goed is, ja. Yeah.